dingen zeggen in de landen dat het wordt gemaakt, dat het legaal maakt. Juist, dat je het legaal kunt produceren. Juist? Ja, ik moet zeggen, we gaan het gebruik legaliseren, maar het aanbod gaan we verbieden. Ja, dan blijven we met dezelfde misie. Dus je moet beginnen met te verkopen het aanbod, waar kan dat worden gemaakt in die landen. Dan moet het transport legaliseren. Dan moet de verdeling legaliseren. Winkels, of ik weet niet wat. En dan moet het gebruik legaliseren. Dus als je dat wil doen, moet je dat al wereldwijd gaan doen. Maar ik moet zeggen, we gaan dat alleen in België doen, want dan komt heel de wereld naar hier. Kijk naar het experiment dan, en dat ligt in Nederland. Men heeft ook geprobeerd een deel te legaliseren en het is allemaal problematisch geweest. Dus allee, ik vind, we kunnen daar uren koffies over drinken, pintjes drinken, discussiëren daarover. Maar in Amerika is er een ander probleem, fentanyl. Dat zijn zo van die, dat is zo, dat is kleiner dan een rijstkorrel. Als je dat inneemt, zijn de dood. Vorig jaar 80.000 doden door fentanyl. Ja, wat is dan de volgende stap? We gaan fentanyl legaliseren. En met het effect dat dan bijvoorbeeld we horen in de Verenigde Staten, we waren daar naar Pol, dat in Colorado was er een feestje van 30 jongeren, de dag erna 12 doden. Gaan we rattenvergif beginnen legaliseren? Begrijp je wat ik wil zeggen? De vraag is, waar stopt het? Ja, natuurlijk, laten we zeggen, je hebt zware drugs, en dan heb je wat drugs zoals cannabis bijvoorbeeld. Maar het grote geld wordt niet verdiend met cannabis. Hè. Dit gaat over het witte hout in Antwerpen. Dat gaat niet over één index muiden met twee plantjes en goed gekweekt of noemt dat. Dat is niet het grote debat. Hè. Dat kunnen veel ook niet tussen seniors. Maar dat is niet het grote debat. Het grote debat gaat over die zwaardere dingen. En dus wat moeten we doen? Zoals Paul zegt, je moet het probleem beheersen. Je moet zorgen dat het niet meer aantrekkelijk is om het via Antwerpen in te voeren. Je moet zorgen dat de politie very irritating is. Very irritating police, VIP, VIE, very irritating justice. Zodat die mensen zeggen, weet je, we gaan ons niet meer riskeren in Antwerpen. Weet je wat, we gaan doen via Turkije of via ik weet niet waar. En dan zullen we tenminste het geweldniveau in ons land naar beneden doen. Ja, meneer. En minister, is dat kloppend wat ik denk, dat opgelost is in Nederland? Dat was Rotterdam eerst, de haven van Rotterdam. Dat dat uitgedijnd is naar Antwerpen. Hoe hebben ze dat dan in Rotterdam opgelost, als het opgelost is? Ja. Klopt het? Eerst en vooral, is het in Rotterdam opgelost? Nee. In Rotterdam is het niet opgelost, want... De pers zo... Maar de pers heeft de bladzijden schrijven ze vol over hetgeen wat er bij ons gebeurt, maar moet ik in de Nederlandse krant lezen, daar zijn de meeste journalisten leven permanent onder politiebescherming. Hè? John van den Heuvel, die schrijft bij de Telegraaf, Goedenavond, de Telegraaf is een zeer populaire krant, zoals het laatste nieuws. Hè? Maar die leeft al vele jaren onder politiebescherming. Het niveau van geweld in Nederland is nog vele keer hoger dan bij ons. Rotterdam heeft een ander soort haven. Het is een haven die eigenlijk vrij hermetisch wordt afgesloten, omdat ze in tegenstelling tot Antwerpen is een zeer grote haven, maar dat er ook activiteit is dat niet activiteit die niet havengeleerd is met chemische industrie. Die zit daar, maar dat zorgt ervoor dat dat havengebied veel groter is. En daardoor is dat moeilijker te controleren dan Rotterdam. Maar als je met de Nederlandse collega spreekt, die twee havens zijn zo verweven met elkaar. 10% van de drugs die toekomen in Antwerpen zijn bestemd voor de lokale markt. 90% gaat via Nederland naar de rest van Europa. Dus dat zijn twee markten die helemaal verweven zijn met elkaar. Het verhaal van Paul over 70%. Van de uithalers die Nederlanders zijn, bewijst dat dat allemaal verbonden is. En bijvoorbeeld, die familieclans die je daarover geleest, die zijn vaak gelieerd met Nederlanders en omgekeerd. Het feit dat de verdachten in mijn geval zijn aangehouden geweest in Nederland, Nederlands waren, is nog zo'n voorbeeld van het feit dat men eigenlijk niet meer kan spreken over twee verschillende markten of twee verschillende territoria. En de politie wordt nu versterkt in Antwerpen, als het klopt. Wel, politie is de. Je hebt dus de speurders, de federale gerechtelijke politie. We hebben nu daar een capaciteit van, denk ik, een 470 mensen. Ja, en we willen gaan naar het kader dat ongeveer 540 mensen is. Hè. En dan heb je natuurlijk de politie, dat zijn de speurders. Dan heb je de politie op het terrein, dat dus in de havens, naast de lokale politie in de stad. Een havenkorps in de haven, dat zal starten op 1 mei,
Dus het zal 2 mei zijn, op 1 mei gaan ze niet werken. Normaal politie werkt daar vandaag. Het zal 2 mei zijn. Hè? En dat zal een equipe zijn van, een, om te beginnen, een... 106 mensen, dus ATA, en daar komen er nog eens bij. Plus de versterking van de scheepvaartpolitie, dus gaat politie hebben op het terrein. Dus we gaan meer controles doen op het terrein, waardoor dat iemand die uithaler is, zegt van oei, ik kan hier, worden gecontroleerd. Ja. Dus daardoor gaan we die haven sterker gaan beveiligen en willen we de haven ombouwen tot een soort fort. Je hebt nooit gedacht aan defensie? Maar wel, defensie, het probleem met defensie is dat defensie kan enkel bewakingsopdrachten uitvoeren, kan niet arresteren, kan niet achtervolgen, kan niet identificeren. Dus wat dat defensie goed doet is bijvoorbeeld, je hebt iets gevoeligs, een moskee, een synagoge, het stadhuis of het gemeentehuis van Dinxmuiden, zij kunnen daar posteren en zeggen, ik bewaak. En dat geeft een afschrikkend effect. Maar als je een Hanshavengebied moet controleren, kunnen moeilijk zijn, ik ga elke 17 meter een militair plaatsen, dan gaan de Hanse Belgisch Leger daar moeten zijn. En vandaar dat we gekozen hebben om, in de operatie die nu aankomt, om defensie opnieuw de kerncentrales te laten bewaken, in Doelen, en de politie die daar vrijkomt in te zetten in het havengebied. Nee, ik ben ex-militair, we hebben het ook in Antwerpen gedaan op de Meer. Ja. Het gaat om Vetpol, terroristisch aanslagen. Ja. Had ik mijn mensen staan vanuit Lombardseiden, stonden ze in Antwerpen. Ja. Dus, en ook in de wijk van de Joden. Absoluut. En dat zijn meer bewakingsopdrachten. Dat was bewakingsopdracht, ja. Maar dat werkt dus ook. En dat heeft goed gewerkt, absoluut. Maar hier zit je met het probleem dat in de haven, ja, dat je Hansa gebied moet kunnen controleren. En dan is het werken met militairen daar minder evident. Maar natuurlijk, militairen hebben schitterend werken. Denk aan de luchthavens, denk aan de verschillende plaatsen. Ook. Dus we gaan het op die manier oplossen. Ja? En ook gezien, in het land in Tenerife, de lijnbus had een halte, een centrale halte. En sporadisch kwam er daar een keer in met een hond die een bus doorzoeken wat er thuis nog even. Niet slecht, denk ik. In de Verenigde Staten, als je vertrekt in elke luchthaven terug naar Europa, moet je, voordat je het vliegtuig opstapt, langs de hond ook lopen. Dus men doet wel veel controles. Hè. Dat is goed, hè. Maar ja, dat is zeer goed. Maar zoals gezegd, je kunt, en ik ben daar ook niet voor, je kunt onmogelijk in de huizen van mensen binnen gaan zijn, maar dan kan je controleren. We zitten even niet in de politiestaat. Hè. We moeten nog altijd het evenwicht tussen privacy en veiligheid respecteren. Maar dat er meer kan gedaan worden. Daar zijn we mee eens, ze zitten op de openbare weg. En inderdaad, trouwens, er gebeurt in Kortrijk, ken ik Kortrijk, ja. Hè. Men heeft onlangs, dacht ik, las het in de krant, de lijn doet controles op de bus. En men heeft, denk ik, gisteren of eergisteren... busverbod. Wat zeg je? Busverbod. Ja, en inderdaad, er was een sanctie, een nieuwe sanctie, heb je dat gezien in het nieuwsblad. Busverbod. Je hebt een plaatsverbod, maar binnenkort een busverbod. In Nederland, we waren met Paul in Nederland vorige week, is er een, wat men noemt, een online verbod. Ah, ja. Je mocht niet meer online, het duurde x aantal weken, niet meer online actief zijn. Om bijvoorbeeld in te gaan dat iemand nog, en zo te zeggen, ja maar, hoe kunnen we dat opvolgen? Onderschat het niet, de staatsveiligheid kan via IP-adressen zien wie dat er online is. Dus dat zijn allemaal methodes om mensen inderdaad te ontraden, hè, om dat tegen te houden. Het is een aandachtig publiek vanavond, Paul. Je hebt dat goed gedaan. Dus, terugpakken. Mijn excuus, ik had kern vanavond, kern, dus niet de kern van de Mossel, maar ik bedoel de kern van de regering. Dan vanavond discussie over de fiscale hervorming. Ja. Maar ze zeggen, hoe je dat de belasting kunt halen, de vraag is, waar gaan ze weer gaan vinden? En dus dat was het eerste inleidend gesprek, maar ik heb gezegd, sorry, nu gaan we afronden, ik moet daar niks buiten. Dus, ik dacht, je niet belasting heen. Nee, uitdingen. Ja, zijn er nog vragen?